Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Vandaag ga ik onderzoeken of ik mijn kots kan inhouden in een stuntvliegtuig. Ik kan je alvast verklappen, dat gaat me sowieso niet lukken. Alright. Maar wat een mafkees is dit, joh. Overgeven. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn. Een van de irritantste dingen die er zijn, hè. Dat de gore smaak in je mond, je ogen puilen er bijna uit, allemaal shit in je neus. Nee. Ronduit verschrikkelijk. Maar goed, zijn er ook lichamelijke trucjes om te voorkomen dat je gaat overgeven? Dat ga ik vandaag onderzoeken. En ik krijg daarbij de hulp van professioneel stuntvlieger van Red Bull, Łukasz Czepiela. En ik heb me laten vertellen dat Luc me vandaag helemaal gek gaat maken in de lucht. Dus ik ben heel benieuwd. Maar eerst wil ik even weten, wat gebeurt er precies in je lichaam als je moet overgeven? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk, de normale situatie is het zo dat je slokdarm en je maag, die zorgt er eigenlijk voor met bepaalde spierbewegingen dat het voedsel van boven naar beneden gaat. Als je gaat braken, dan spant eigenlijk die spieren in je maag spannen samen de andere kant op. En ook in je slokdarm. En dan op een gegeven moment moet je overgeven. Waar moet ik op letten als ik straks dat stuntvliegtuig instap? Ja, ik zou in dit geval je het advies willen geven om toch zoveel mogelijk naar buiten te proberen kijken. En die horizon toch een beetje in de gaten te houden. Het is het proberen waard. Ik sta nu op het vliegveld Teuge in Apeldoorn en ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben dus al een beetje misselijk. Ik denk gewoon van de spanning of zo, van wat er gaat komen. En ik heb net ook filmpjes gekeken van Łukasz Czepiela en die gozer is knettertje gek. So, Luke, do you find yourself a crazy man? Or? Yeah, I'm very competitive, and like when I'm driving a car or a go-kart on the racetrack, I need to be first. With flying, I want to be best as well, and yeah, I think I am a little bit crazy. Well, my goal is to not throw up today. Mm-hmm. Do you think that's possible for a stunt rookie like me? Yeah, absolutely. You know, we'll start easy. I want this flight to be fun. I want you to have fun. That's why we start easy and then we move on. Have a lot of water before the flight. If you hydrate it, then it's going to be good. Do you have any other tricks to prevent the throwing up? Yeah, breathe a lot and don't close your eyes. It's the worst thing. If you close your eyes, the gyro inside your head will desynchronize with what you're feeling. Always try to look at something on the ground. So like we go up vertically up, don't look in front. Always try to find the ground on left or right, and then it's gonna be fine. And I've heard something about the muscles in the legs. Yeah, if you are under high G, like we do in the air race, you squeeze your body like a toothpaste. So you start from the bottom, you start with the calves, then the thighs, then the stomach. You contract yourself with a breathe out like, and that will help you to counteract the G's. However, I don't think we'll go to very high figures that we need to use that. Okay. Mm-hmm. But just in case, yeah. Just in case, yeah. Oh, ik denk echt na het opstijgen dat ik die hele cockpit al heb ondergekotst. Ik zweer het. Ik voel me echt niet lekker. Oh. Meteen ook, hè? This is my baby. Yeah. I look after this aircraft. I had it for 4 years and it's been serving me well. And so far not many people's puked in it, so let's keep it this way. During the flight you'll feel like you have to hold on to something. We have those 2 bars, we call them the oh shit bars. Yeah. It's like when I go upside down you go oh shit and I need to grab something. These are for you. Okay. You can hold them like this or underneath, doesn't matter. Yeah. You have to be careful. Just in case. Yep. If you feel sick, your stomach with that. Okay. For now, shove it between the seatbelt and your leg. Ik moet er ergens van proberen te gaan genieten, maar ik ben echt best wel zenuwachtig. Ik heb echt gewoon het gevoel dat ik er zo gifgroen uitkom. Ik weet het gewoon zeker dat dat gaat zijn. Maar ja. Ja, there's no way back, hè? Bye bye. Oké dan, nou, daar gaan we. Whoop. 45 people before you survive this. Yeah, we're gonna make sure it's fun. Great. Ready? Yep, ready. Go. Hem hard, joh. So Niels, welcome on board. How are you feeling so far? I'm okay. A little bit nervous. Don't be. Okay. Maybe you can start telling me one thing that people really don't know about you. Nou, ik heb best wel vliegangst. Dus ik moet zeggen dat dit wel een fijne setting is voor die angst. En bij elk vliegtuig dat ik altijd instap heb ik altijd een beetje gedekt. Dit was het dan. Ik kijk een beetje of de schroefjes allemaal goed zitten. En nou, dat is altijd heel comfortabel gevoel. Als je een studsvliegtuig met Luc Czepiela instapt. Any ideas for a great story in mind? Maybe about some crazy pilot? Nou, het is grappig dat je het zegt. Mijn droom is om een script te schrijven, een filmscript. En ik heb ooit het idee bedacht voor kom er even niet meer op. Ik ben even helemaal de weg kwijt. Oh nee, doe normaal. Ik had ooit een idee een script te schrijven, jezus man. Maar ik denk dat ik dat niet meer ga doen. Maar wat een mapcase is dit, joh. En oh shit, ik moet kotsen. Uit de view. Oké. Okay. Put the microphone away. We are back to the airport in just a few minutes. Okay. Nou, Jackie is gebruikt. Flink gekotst. Althans, er kwam niet echt heel veel uit, maar de maag is wel van streek. Maar het was heel dik. Tot aan het kotsen. Oh. Zo. Holy shit. Dit is lijp, jongen. Dit is echt heel lijp. Die gozer allemaal kan, joh, met dat ding. Niet normaal. Hij gooit die motor uit, we gaan naar beneden, ik zie allemaal rook langs me heen gaan. En ja, salto's, loopings. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat er allemaal gebeurt. Ik bleef een beetje naar de horizon kijken. In het begin ging het best wel goed eigenlijk. Ik was er ook echt van aan het genieten en op een gegeven moment voel ik me gewoon een beetje misselijk worden. En denk ik, ja, daar gaan we. En had je moeite om zijn vraag te beantwoorden? Ja, op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik aan het lullen was. Dus ik zat gewoon in een verhaal, maar ik kwam gewoon niet verder in mijn verhaal. Omdat die G-krachten, alles, je voelt het in je kop ook. Dus ja, je bent niet meer op je scherp, zeg maar. En je bent eigenlijk aan het overleven, weet je wel. Dus het is niet een rustige setting voor een creatief idee. Dat is voor mij niet. Ik voel me heel, heel beroerd. Maar ik moet zeggen, ja, ik heb wel genoten, weet je wel. Ik zit er ook nog steeds met een lach. Het is heel vet, alleen mijn maag is gewoon van streek. Maar ja, als je 200 keer in 1 minuut loopings maakt, dan is dat ook niet zo gek, denk ik. So we need a volunteer to grab it. Veel plezier. Oeh, jongens, jongens, jongens. Zo. Thank you very much, man. Right. Great flying. I hope you enjoyed it anyway. Oh, I enjoyed it. So we're gonna shoot. Het is me niet gelukt om mijn kots binnen te houden, maar holy shit. Wat was dit ongelooflijk dik. Ik heb echt wel genoten van de vlucht, alleen ja, op een gegeven moment werd ik gewoon misselijk. Maar goed, Luke zei net tegen mij, I didn't go easy on you. Hij ging wel even gas geven en we hebben ook 6G bereikt. Dus ja, het is ook niet zo gek dat ik misselijk werd. Ik ga even bijkomen in ieder geval. Helaas is me dus niet gelukt om de kots binnen te houden, maar ja, boeien. Het was gewoon heel vet. Bedankt voor het kijken en like even de aflevering als je hem vet vond. En vergeet ook niet te abonneren en laat vooral even weten of jij dit denkt aan te kunnen. 6G op je flikker. Tot volgende week. Later.